Oh, kijk, nou, dan ben je ook weer. Nee, ik ga wel lachen. Ja, wij hebben alleen maar één achterweg. Ja. Ja, maar hier. Ook in het achterstandsgebied, hè? Amsterdam Noord is toch een beetje achtergebleven. Oh ja. Ja, ja, wel. Ja. Zo vindt het zelf wel. Maar jullie hebben ontzettend hard gewerkt. Ja, ja. Wel een applaus voor de werkers. Ja. Ja. En ik weet, mijn naam is Stijn van Broek, ik ben directeur van het museum. En ik weet dat u allemaal heeft bijgedragen. Ik ken u niet allemaal bij naam, maar ik ken u niet allemaal bij naam. Ik weet dat u enorm heeft bijgedragen. En dat toch een hele intensieve actie is geworden, vind ik. Hè, toen we hoorden dat we genomineerd werden, moesten we plotseling alles omschakelen en alles op gang krijgen. En ik denk dat we daar toch heel behoorlijk in zijn geslaagd. En ik heb eigenlijk alle hoop dat met de publiciteit die we gekregen hebben afgelopen week, de afgelopen weken, dat het toch een stuk makkelijker moet zijn om nu via andere wegen de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. Ja, we staan nu bij de molen. We hebben net gehoord dat wij die prijs niet hebben gewonnen. Hè. Dat is een Amsterdamse vakantiemolen geworden, zal ik maar zeggen. Dat is niks denigrerends, maar wij denken dat dit een cultuur erfelijk stuk goed is. Nou, wil ik toch wel graag jouw teleurstelling proberen te verwoorden. En wat gaan we nu verder doen? Het is heel eenvoudig. We gaan proberen fondsen te werven om de molen te restaureren. Daar nemen we een paar jaar de tijd voor. Het is heel belangrijk dat van dit soort kleine molens iets overblijft. En daar gaan we ons voor inzetten. Oké. Deze molen heeft echt een unieke waarde. Hè? Dat is, daar zijn wij met z'n tweeën van overtuigd. Is, als je weet dat bijvoorbeeld in een provincie als Noord-Holland, waar ook Amsterdam in ligt, destijds in de molenverordening is bepaald dat molens onder de 8 meter niet werden meegeteld. Ze werden niet geïnventariseerd. Daarom zijn er daar ook zoveel verdwenen. En dat is iets wat landelijk eigenlijk erin is geslopen bij het behoud van molens. Molens onder de 8 meter zijn er nauwelijks meer. Wel speelmolentjes, pleziermolentjes. Maar dit was echt een bedrijfsmolen en daar gaat het nu even om. Oké. Wij gaan de komende jaren denk ik gewoon nog even door met deze actie, want dit ding is gewoon te uniek. Het is bijna jammer dat hij hier weg moet nu. We zullen hem droog gaan opbergen weer. Laat hem eerst nog even staan en we slaan hem droog op. Want regen en wind die doen heel veel afbreuk aan zo'n monument is dit. Wij gaan een kop koffie, een kop troost drinken en we spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer door. Lijkt me een prima idee, we gaan gewoon verder.